goedemorgen iedereen. Wij hebben zich klaargemaakt voor naar Gent te gaan. Het is heel speciaal, want normaal gaan we altijd opwarmen voor. Maar vandaag gaan we de eerste keer met de auto. We moeten wel nog eerst naar het shopping wandelen. Daar wacht dan onze chauffeur, onze begeleiding op ons. Dus, en het stinkt buiten, maar dat is het andere verhaal. Dus dat gaan we dus doen. Ik kijk er wel naar uit om er naartoe te gaan. Dus. Ik denk dat we niet tegen ons een bol krijgen natuurlijk. Het is wel wat frisjes buiten, maar het valt op zich nog wel mee eigenlijk. De zon is aanwezig, ik zit daar. Dus het kan niet schoner zijn dan vandaag een mooie dag te zijn. Ik geef het ook even mee in de vlog. Het is vandaag 3 jaar geleden dat mijn moeder overleden is. Dus een ziekenhuis is al niet evident om naartoe te gaan als je dat niet hebt gemaakt. Dus normaal gezien heb ik ook altijd een rugzak bij. Maar ik dacht, ik steek alles in mijn zakken. Dat past ook. En veel handiger dan alles mee te sleuren in een rugzak. Ik ben wel een beetje gestrest, moet ik zeggen. Zoals je gisteren hebt kunnen zien, heb ik wel al op voorhand gaan kijken. Maar je hebt toch altijd wel wat stress op de dag zelf. Want ja, ik kan zoveel mislopen natuurlijk. En ja. Ik heb ook wel buikpijn van stress. Dus ja. Veel mensen niet weten is ook dat ik wagenziek word. Dus dat is ook nog zo'n punt. Maar dat komt helemaal goed. Ik voel dat. Ik voel dat. Dus ja, het is. Mijn oma zei dat het gaat kouder en kouder worden terug. Ja, want ik kijk zo uit naar de zomer. Er zo plannen staan en zo dus. Maar we zijn nu hier aan het wandelen. En dit zijn de kleren die ik aan heb. Dus. Een grote wandeling. We gaan hier maar oversteken. Want ja, ik weet niet of dat in het parkje hier niet te modderig ligt. En je wilt toch niet. Ja, met vuile schoenen in een auto gaan, dus dat is ook niet respectvol. Dus ja, toch wel wat stress. Intussen wandelen we hier al, dus we zijn bijna aan het shopping. Check, zijn we wel te vroeg, maar we gaan toch even zwaar een toer geven, want ik ken dat. Dus, toch belangrijk om niet te lang te treuzelen, vind ik altijd. Ik ben ook geen treuzelaar, ik ben altijd iemand die heel snel snapt ergens naartoe. Het valt nog mee. Gisteren bedoelde van geluiden. Het kan echt heel druk zijn en dan moet ze het echt niet doen. Ik voel het wel met knietjes dat ik zeer aan het wandelen ben. Het is zat. Maar het voelt wel goed om de camera nog eens in de handen te hebben. Dat wel. Het voelt vertrouwd aan. We zijn namelijk te vroeg, maar we moeten dus hier staan aan de rode zone. Moeten we staan, dus we zijn een beetje te vroeg. Een beetje te vroeg dan te laat, zeggen ze altijd. Dus dat is ook wel voordeel dat we wat te vroeg zijn om hier te staan. Het is dus, blijkbaar, kan je niet al naar de lijst gaan. Geen sponsoring trouwens. Maar ik dacht dat het gewoon nog niks oog was hier, maar blijkbaar is er toch al leven aan de gang. Dus ja. En nu is het wachten.
Het is natuurlijk een groot verschil tussen dat je wacht op een trein of op een auto. Nu hangt het allemaal van haar af en niet van mij. Dat is echt gek. Maar ik sta hier mooi in het zonnetje, dus moest dit hier nu open geweest zijn, dan kon er hier misschien nog iets gaan drinken. Dus we wachten wel. Het komt helemaal in orde. We zijn in de auto. Meestal zitten we op het trein, dan zitten we echt in de auto te kijken. En we rijden dus echt op de dingen. Dus echt in de auto. We zijn aangekomen nu met de auto veilig en we zijn echt in de parking. Dus nu gaan we wandelen. We zijn aangekomen aan het verdiep. Ja, zijn we nu. Dus, en we gaan een gesprek voeren, en een groot gesprek. Je wil weten over wat het gaat. Is het dat ik nu moet hebben? Ja. 13. Oké. Okay. Ik ook. We gaan nu weer naar de psycholoog. We zitten nu echt in de gang van de psycholoog. En dan gaan wij van alles bespreken en zo. En over alles en nog wat. Je hebt hier ook het transgenderpunt. Want dan ligt daar eigenlijk het transgender. Met die flesjes aan, dat is het transgenderpunt. Dus daar kun je altijd vragen stellen. Dat is geen enkel probleem. Dus de begeleiding is op het toilet. Dus daarmee hebben we tijd. Maar we gaan straks. Vroeger zaten wij hier echt te wachten. Nu is het aan de andere kant. Hallo. Goedemorgen, dag Sil. Goedemorgen. Dus dat was de stem van de spiegel. Zij hebben de oor klinken, dus we staan echt te wachten. En dan gaan we naar daar. Dus we hebben een gesprek gehad, we hebben echt heel veel gesproken. En het ging eigenlijk wel heel goed. Eigenlijk kan je straks alles vertellen als we thuis zijn, maar we hebben al de psycholoog gesproken. Dus even met de auto, we gaan richting huiswaarts. En dan vertel ik nu een beetje wat er besproken is. Maar het valt wel mee op de weg, kijk, het is best wel hard. De weg dus is eigenlijk kalmer dan net. Dus dat valt wel mee eigenlijk. Dus richting huiswaarts. We zijn thuis, we gaan even een gesprek voeren voor we naar de winkel gaan. We hebben daar toch wel een leuk gesprek gehad. Ze hebben echt alles goed doorlopen. Ze hebben ook alles goed bevraagd, de psycholoog. Dat was ook wel heel belangrijk dat alles goed werd gevraagd. Want ja, het is natuurlijk niet een beslissing dat je niet op 1, 2, 3 neemt. In mijn geval, dat heb ik ook verteld, die video staat hier trouwens. Ik ga zien of je kan intikken dat je erop kunt klikken. Waarom ik dat eigenlijk doe. Ik heb ook een beetje besproken wat ik zo al wil. Dus ze gaan kijken, omdat ik ook autisme heb, om een eenpersoonskamer te krijgen. En of het dat eventueel gaat, gaat dat niet. Ja, dan is dat ook zo. Maar het liefst wel, want dat geeft toch al minder stress. En ze kunnen nu ook tegenwoordig, kunnen ze ook, moet je niet, kan het zijn dat je niet moet blijven. Of wel één nacht, ja, als je echt, natuurlijk, erge klachten hebt en dat het niet zo goed gaat met u, ja, dan blijft het sowieso langer. Maar als het echt allemaal goed gaat, kan het zelfs dan de dag dat je naar huis gaat. Je mocht wel zes weken. Geweest. Niet heffen, niet tillen, niet dit, niet dat. Je zit toch wel twee maanden, door toch wel, ja, het is 2 maanden, eraan, ja. Dat probleem. En ik werk op een school. Alleen doe begeleid werken op school, maar voor mij is dat werken. Dan is dat natuurlijk wel wat impact. Maar ik wil me laten opereren in de winter. Waarom? Omdat ik in de zomer eigenlijk heel veel wegga. En dat ik niet mijn grote vakantie wil opofferen om dat te doen eigenlijk. En dat is eigenlijk de reden daardoor. Ik heb ook beslist ook om de baarmoeder en eierstokken weg te nemen. Ja, ik wil geen kinderen. Kinderen. Als ik nu een partner heb, zo, dat is een vrouw. Ja, dan ben ik gewoon de papa. Maar ik ben daar niet mee bezig eigenlijk. Dus voor mij hoeft dat ook helemaal niet. Maar dat gesprek moet ook gevoerd worden. Dat moet ook gevraagd worden van, ja, wilt je nog kinderen? Ja of nee? Ze kunnen ook mij uitgelegd van de eierstok laten staan. En dan kan je dat dan, die eitjes, uiteindelijk gebruiken nog voor, ja, in een meisje te steken dat je hebt. Maar dat hoeft voor mij ook niet. Dus ik ben er eigenlijk nu mee bezig met relaties en zo van die dingen allemaal. Dus nee, dat hoeft voor mij ook niet. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje. We hebben dat nu met dokter, ecoloog Wijns, was het dat hij noemde.
Die kwam pas ergens september, oktober, november was het denk ik, want ik was niet bij de afspraak op dat vlak. Heeft de begeleiding geregeld, want ik was aan het toilet. Dus dat doet ook nog wel een tijdje, dus dan wil het ook nog wel een tijdje duren voordat de operatie kan doorgaan. Mensen denken altijd dat gaat heel snel, maar je hebt er wel een paar maanden dat je ermee bezig bent. Dus ja, dat is het eigenlijk. En dan kan het zijn dat ik nog een slachtoperatie doe. Die kans denk ik heel klein te zijn, maar je weet het natuurlijk nooit. Ik zeg ook nooit nooit, want als ik dan nu nee zeg en ik zeg dan nog een paar maanden ja, dan gaan ze zeggen van ja, je hebt eerst nee gezegd, dus dat ga ik niet doen. Maar ja, tijd en geduld zal wel, gaan wel laten zien wat het is. En ik neem nu gewoon mee, zoals ik wat jullie altijd meeneem. Eigenlijk, moesten er nog vragen zijn, ik zeg het vaak ook onder alle video's, stel ze gerust, stuur me, vraag onder de video. Ik maak daar ook wel met veel plezier dan een video over. Dus heb je vragen, hou je zeker niet in om het te vragen, want ik heb liever dat je het vraagt, dan dat je, dat je misschien met de vragen blijft zitten. Hè? Zeg je van na deze video van, ja, ik ben ook een transgender. Weet dat je altijd terecht kunt bij mij om vragen over te stellen. Maar ik heb jezelf de folder meegepakt voor jullie eigenlijk. Maar je kunt ook altijd terecht bij een transgenderpunt. Daar zie je ook alle uitleg. En je ziet, dus je kunt echt, dit is een nummer trouwens, dan kun je er ook naar bellen eventueel. Ja, het is nu van Gent, ik ga naar Gent. Dit is wat de uitleg is. Dus weet dat dat kan. Dus, wil je er niet met mij over praten of met het transgenderpunt, kan je ook nog altijd bij de huisarts terecht en die kan je altijd eventueel doorverwijzen en zo. Dus, of bij een psycholoog. Maar weet dat dat gewoon kan en dat bij mij ook. Ja, het is niet omdat je dat nooit gedacht hebt dat dat niet kan gebeuren of zo. Dus dat is niet abnormaal of zo. Maar dan weet je dat ook. Voor de rest zou ik zeggen, vond je dit een leuke video? Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En laat de vragen maar komen.